goedenavond en welkom bij Ter Zake. De Vlaamse liberalen liggen al weken onder vuur bij de politiebonden. Op beelden van gisteravond zien we voetzoekers richting Egbert Lachaert. Vandaag zitten ze samen aan tafel. Een hele dag rondrijden en 39 patiënten verzorgen op één dag. De thuiszorg vraagt zelf om zorg. Ik heb in het rusthuis gezeten, want de mensen hebben nu geen tijd. En ik heb de tijd voor flikker te luisteren. Ja, maar daarachter moeten ze dat terug inhalen. Dat is niet gemakkelijk, hè. Volksgezondheidsministers Van den Broeke en Krivits reageren. En de Republikeinse Nikki Haley wil president worden van Amerika. Ze gaat de confrontatie aan met Donald Trump. Maakt ze ook kans? Het is dinsdag 14 februari. Welkom bij Ter Zake. De politiebonden zijn bijzonder kwaad op Open VLD. Ze vinden dat de Vlaamse liberalen in de federale regering te weinig geld geven. Ze willen meer loon voor hun werk en de sfeer die wordt allemaal grimmiger. Hoe kon het zo fout lopen? Willem van Mullum. Een jaar geleden, eind januari 2022, politievakbonden en de regering schouder aan schouder op een persconferentie. Er is al 20 jaar geen structurele loonsverhoging geweest voor onze politiemensen. Dus denk ik wel dat je kan spreken van een historisch akkoord. Historisch is een woord dat je in de politiek op het juiste moment moet kiezen. Dit tussenakkoord moest meer loon betekenen en het vervroegd pensioen op 58 behouden als individueel recht. Maar concreet betekent dat voor de meeste politiemensen dat er ongeveer tussen 60 en 70 euro netto erbij zal komen vanaf januari 2023. In oktober slaat de sfeer om. Ik denk dat de federale regering een akkoord heeft gemaakt dat rekening houdt met de moeilijke budgettaire context. Natuurlijk was mijn ambitie om zo snel mogelijk die loonsverhoging te geven aan de politiemensen, omdat zij dat verdienen. Na 20 jaar geen loonsopslag gekregen te hebben, die beloofd zijn geweest in januari. Men spreekt over 60 euro netto, slechts 60 euro netto per maand uiteindelijk, om dan in 24 nieuwe onderhandelingen te starten. Nu zien dat die 60 euro wordt opgesplitst over 3 jaar, dat is totaal onaanvaardbaar. Er komen acties. Open VLD is kop van jut. Minister Van Quickenborne heeft volgens de bonden zijn belofte gebroken. Op een congres van de Vlaamse liberalen komt het tot duw- en trekwerk. Het was vroeg deze morgen. We zullen ons opnieuw moeten trainen, maar we zullen er elke morgen staan als dat moet. We zullen overal aanwezig zijn. Vroeg opstaan, ook op Koningsdag. Voetzoekers, fluitconcerten en een niet mis te verstaande slogan voor de politici. Nog eens vroeg opstaan, dat was de tip voor automobilisten midden december. Politievakbonden leggen met een prikactie de Brusselse ochtendspits lam. Open VLD blijft de boeman voor de actievoerders, dit keer op de liberale nieuwjaarsreceptie. En gisteren moest Open VLD-voorzitter Lachaert het ontgelden in het West-Vlaamse Oudeburg. Het water tussen de bonden en de regeringspartijen blijft heel erg diep. Goedenavond, Egbert Lachaert, voorzitter van Open VLD. En goedenavond ook Vincent Housset van politievakbond VSOA. Meneer Housset, ik wil met u beginnen. Het valt op, jullie richten jullie niet tot minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde. Het zijn echte liberalen van Lachaert en van Quickenborne die het moeten ontgelden. Waarom zijn jullie zo kwaad op hen? Het zit zo, er was inderdaad een akkoord afgesloten met beide ministers. Er zijn ongeveer 15 onderhandelingen gevoerd, 15 onderhandelingscomité's georganiseerd. Die worden voorgezeten door zowel de minister van Binnenlandse Zaken als die van Justitie. Het is een tijd geleden geweest dat de minister van Justitie dat ontkende, dat hij beweerde dat hij enkel daar zat als waarnemer, maar de wet zegt het anders, hij is wel degelijk co-voorzitter. Bovendien zijn er protocolakkoorden afgelegd geweest, getekend door beide ministers. Dat het gaat over het fameuze protocol 537 en 548. Ja, heel simpel uitgelegd. Wat betekent dat? Dat betekent twee zaken. Dat één, de loonsakkoorden zelf. En dan twee, ook de NAVAP-regelingen, een soort prepensioen.
een prepensioen om niet actief, eerder niet actief te zijn. En daar zeggen jullie, de afspraken die zijn gemaakt, zijn niet gerespecteerd door Van Quickenborne. Daar komt het op neer. Dat klopt. Dus meneer Van Quickenborne beweert zelfs op een bepaald moment dat hij dit protocolakkoord niet getekend heeft. De bewijzen liggen hier voor mijn neus. We moeten weten ook, dit is een overgangsregeling. Het is niet zoals men vertelt aan de publieke opinie dat iedereen aan 58 jaar mag gaan. Het gaat enkel over de mensen die recht hadden. Ik ga dadelijk in op die pensioenregeling, maar meneer Lagarde wil eerst dat punt eruit halen. Want natuurlijk, een woord niet houden, dat is niet goed voor de geloofwaardigheid van de politiek, als dat klopt. Ja, juist. Men heeft een protocolakkoord gesloten met minister Verlinden. Er was een waarnemer van meneer Van Quickenborne aanwezig die dat gevolgd heeft als waarnemer. Minister Van Quickenborne heeft nooit die onderhandelingen gedaan met die vakbonden. Men heeft eigenlijk dezelfde fout, want er is wel degelijk een fout gemaakt in de verwachtingen. Dat moet je erkennen naar die vakbonden toe. Hetzelfde is gebeurd met de federale ambtenaren. Daar heeft minister De Zutter een akkoord gesloten met de overheidsvakbonden om een loonsverhoging te geven. En het probleem is dat je dan naar een begrotingsoverleg gaat waar die ministers met die akkoorden op tafel komen, maar waar die begroting natuurlijk geen centen heeft om dat te doen. En dan heeft de rest van de ministerraad... En waarom is men kwaad op Open VLD? Omdat wij natuurlijk wel een stuk voor over de begroting staan. Budget wilde waken. En natuurlijk zeggen, ja, sorry, maar wij kunnen dit niet in één keer betalen. We gaan dit in verschillende stukken moeten doen. Want u zegt bijvoorbeeld de pensioenen op 58, dat kan niet. Wat ik toekom is, sorry, maar onze partij vindt wel dat stoppen met werken op 58 jaar, dat niet meer van vandaag is. En dat vakbonden daar zo een punt van maken dat zij vinden dat dat normaal is. Sorry, voor ons is dat niet meer normaal. Okay. En niet alleen voor de politie, we zullen dat ook voor andere statuten op tafel leggen dat niet meer gaat. Puntje en dat is alleen die we volgen. Ja. Meneer Roussin, natuurlijk, de Vlaamse liberalen willen waken over de begroting, want het is al zo dramatisch met die begroting. Wat meneer Lagarde vergeet te vertellen natuurlijk. Mevrouw Verlinden heeft wel degelijk een akkoord gekregen vanuit de kern om die onderhandelingen te voeren. En niet zoals meneer Lagarde zegt, enkel minister Verlinden, maar wel degelijk minister Van Quickenborne. Dat hebben we gehad. Ik wil op die pensioenleeftijd van 58. Tijdens de begrotingscontrole in april staat het in notificaties dat het budget voorzien is. En in plossing in oktober niet meer. Dat is één punt die niet gerespecteerd wordt. Ja. Twee, dan die overgangsregelingen. Er bestaat een koninklijk besluit van 2016 waar die overgangsregeling erin staat. Zijn vooral ook bij andere sectoren. Jullie vinden dat een aantal mensen op 58 moeten kunnen stoppen. Dat zijn overgangsmaatregelen, dat zijn verworven rechten. Zoals ook bij parlementaire werden gedaan, maar die staan blijkbaar niet ter discussie. Wordt afgeschaft, maar de mensen hadden verworven rechten en die werden gerespecteerd. Oké, dat is een onderscheid. Meneer Roussin zegt, de verworven rechten voor een aantal mensen die op 58 met pensioen kunnen, ja, daar kunnen we niet aan raken. Dat gebeurt dan in het parlement maar ook niet. Die NAVAP, die prepensioenregeling, wordt maar afgeschaft geleidelijk tot 2030. Zoals, dat is toch heel matig qua tempo. In andere sectoren doen we dat ook. We doen dat heel rustig, heel matig. Maar laat ons ook wel een keer heel concreet zijn. Het is natuurlijk jammer dat niet heel dat akkoord onmiddellijk kan uitgevoerd worden. Politiemannen staan elke dag en politievrouwen voor moeilijke situaties. Op zich willen wij die mensen ook steunen. Maar we kunnen ook maar geld uitgeven dat we hebben. En ik wil toch even herinneren, vorig jaar heeft de politie 5 indexen gekregen. Sneller dan gelijk wie in het land. Hè? Want de meeste mensen krijgen dat in januari. Maaltijdchecks ook, zegt u. Maaltijdchecks in november. En die loonsverhoging zal men ook krijgen. Sorry, maar er zijn weinig mensen in dit land die zo een verhoging krijgen. En ik weet, het is 20 jaar lang niks geweest. Maar je kan toch niet zeggen, dit is de eerste regering die terug in de politie investeert. Meneer Roussin, en dan gaat een hele opsomming door. Ja, inderdaad, een hele opsomming. Dus die index is blijkbaar uniek bij de politie. Ik dacht dat iedereen dat kreeg in dit land. Maar goed, het is telkmaal dat de politiek de perceptie wel creëren ten opzichte van de publieke opinie dat wij bevoordeeld zouden zijn. 22 jaar lang hebben de politiemensen niks van opslag gekregen. 22 jaar lang. Normaal gezien, in de privésector, was er in principe een loonstop ongeveer van 24% over die 22 jaar. Bij de politie is al 0% bijgekomen. De maaltijdseks, ik vind het eigenlijk wel bijzonder grof dat men nu op tafel gooit. Dit was een uitvoering van een akkoord met minister Jan Bon in 2018. 2018. Hij heeft daarvoor 19 premies afgeschaft en ook de maaltijdvergoedingen getrokken. Dat nu de liberalen uiteindelijk dit op een hoed proberen te steken en zeggen wij hebben gezorgd voor de maaltijdsector, dat is eigenlijk bijzonder grof. Ja, oké, dat is inhoudelijk. Zijn jullie het duidelijk niet eens over een aantal punten, maar ik wil het ook nog over iets anders hebben. We gaan dadelijk voortpraten. Want er is dus niet alleen het inhoudelijke debat over de verloning, er zijn ook nog wel wat vragen bij de manier waarop de politie actie voert. Zo gingen er gisteren voetzoekers richting Egbert Lagarde op een event van Open VLD in een café. Hoe ver kunnen actievoerders gaan? Die vraag duikt wel vaker op in de wedstrijd. Ook toen er een tijd terug beelden opdoken van minister Zoual Demir aan de strop. Toen ging het om boeren die niet willen weten van het stikstofbeleid van Demir. Ze kreeg toen extra veiligheidsbewaking. En nu, hoe gaan we gaan?
Gewoon even langs wat plein en rond ofzo. Ik denk dat dit is echt wel. Wat is dat? We zijn met voedselkers aan het gooien. Ja, meneer Lachaert, u gisteravond zag ook die voedselkers komen. U was voor, zei u, zei, dit is gedrag, ik citeer, dit is krapuleus. Well, ik vind dat men heeft een voorbeeldfunctie. Het gaat over politieagenten, die hebben het monopolie van geweld. Naar die avonden die ik elke maand doe op een café ergens in Vlaanderen, daar komen oudere mensen naartoe, zwangere vrouwen, jonge mensen. Hetzelfde op ons congres. Die mensen moesten door een tunnel naar de Kinepolis in Brussel. Hetzelfde, daar heeft men voedzoekers bommen, rookbommen gegooid. Er zijn mensen met verwondingen. De Bozar is beschadigd geraakt tijdens onze nieuwjaarsreceptie. En dat voor politievakbonden die een voorbeeldfunctie hebben. Ik vind dat eigenlijk inderdaad hooligangedrag dat niet aanvaardbaar is voor een politievakbond. Meneer Hoesijn, hooligangedrag, het valt natuurlijk wel op. Dit zijn politiemensen waar dit gebeurt. Voor alle duidelijkheid, wij geven geen richtlijn om te gooien met bommen naar mensen. Integendeel, we hebben zelfs een interne richtlijn die dat eigenlijk verbiedt. Dus als er mensen daar worden op betrapt, dan gaan we die er zeker op aanspreken. En als er mensen inderdaad bommen gooien naar andere mensen, dan betreuren we dat. De keer op rij, dan betreuren we dat steeds. En vooral van het VSOA. Dus, ja, als u dat weet, dat zijn, de bom van het VSOA blauwe rookbommen. Dus, ja, de rookbommen, maar die worden niet gegooid naar mensen. Maar inderdaad, zoals u dat straks citeert, krapul, ik zie luilaken, extremisten. Ik bedoel, wij hebben een voorbeeldfunctie, maar ik dacht dat men in de politiek ook een voorbeeldfunctie had. En vooral als men akkoorden tekent... Ik heb geen akkoord getekend, meneer Hoesijn. Nee. Ik heb geen akkoord getekend. Akkoord getekend, u moet eens kijken hoe u op sociale media naar mij omgaat. Waar heb ik iets getekend waar ik zou liegen? U zit mij constant als een leugenaar te beschuldigen. Zeg mij eens, in mijn gezicht, waar ik gelogen heb. Ja, maar u bent de minister natuurlijk. Ah, maar als de minister maar u van Justitie mij wel af op die manier. Dat is onaanvaardbaar. U fokt mensen op. U zet aan tot agressie. Dat is niet wat men van een politieman verwacht. Dat is onder de waardigheid van politieambt. Ik vind het vooral zeer onwaardig als de protocolakkoorden worden afgesloten met beide ministers. Hebben we de laatste 10 jaar nooit, maar dan werkelijk nooit meegemaakt dat iemand vanuit de politiek een protocolakkoord tekent, ja. En daarna beweert zelfs om het nooit getekend te hebben. Dat is echt bijzonder groot. Ja, daar liggen de meningen ver uiteen. Natuurlijk, bijvoorbeeld aan de Bozar toen die avond, dat was niet eventjes een aantal knalgeluiden, dat hield heel lang aan. Heeft u de troepen dan eigenlijk nog onder controle? Voor alle duidelijkheid, het is dus met de 4 vakorganisaties samen. Ik hoor meneer Lachaert zijn, het is vooral het VSOA. We zijn nu eenmaal de grootste vakorganisatie. Dat zal waarschijnlijk wel opgevallen zijn. Maar de boosheid bij de mensen is zeer groot. En waarom? Het vertrouwen is volledig gebroken. We betekenen een protocolakkoord, historisch, zoals de minister van Binnenlandse Zaken zegt, historisch na 22 jaar. En dan gaat men zeer ludiek eigenlijk gaan zeggen, ja, oké, we zaten er maar bij als waarnemer. Ik vind dat bijzonder grof. Woordbreuk, hè, dat blijft terugkomen. Ja. Heeft meneer Van Quickenborne toch ergens ook een aantal zaken ongelukkig aangepakt? Het feit dat die mensen zo boos zijn, kijkt u ook ergens in de spiegel? Maar iedereen moet zichzelf in de spiegel bekijken. Ik hoop dat men dat aan de overzijde echt eens doet na de 3 acties die er geweest zijn. Wij moeten alles doen om... Maar vindt u dat meneer Van Quickenborne ergens ongelukkig gehandeld heeft? We gaan er deze legislatuur voor zorgen dat er 1000 manschappen bijkomen. Deze regering gaat dat doen. De vorige heeft alleen maar... spaart. We gaan ervoor zorgen dat geweld tegen politiemensen beter vervolgd wordt. We gaan daar samen aan werken. Er zijn tal van politiemensen die mij na gisteren ook aangeschreven hebben. Van, ja, je moet dat begrijpen. Geen fout gemaakt. Er is onvrede, vooral over straffeloosheid die we zien. Die moeten we aanpakken. Maar veel politiemensen zeggen mij ook dat ze het schandelijk gedrag van vakbonden zoals gisteren ook niet aanvaarden en daar niet mee willen geïdentificeerd worden. En u vindt dat meneer Van Quickenborne... Voor die mensen heb ik superveel respect. Ja. En ga ik mijn uiterste best doen met minister Van Quickenborne om hun situatie te verbeteren. En hij heeft correct gehandeld, vindt u? Hij heeft zo gedaan, want hij was daar niet bij die onderhandelingen. Maar zijn vertegenwoordiger was erbij. Zijn vertegenwoordiger was erbij. 15 onderhandelingscomitees. Niet als waarnemer. Co-voorzitter. En dat wordt ook bevestigd door de raadsman van meneer Van Quickenborne, waar op een bepaald moment zei hij zelf dat hij die tip niet kende die dat getekend had. Ja. Ook een beetje grof naar zijn medewerkers. We zullen u en meneer Van Quickenborne ook nog eens samenbrengen op een dag of dat proberen. Meneer Lachaert, tot slot, vindt u dat zo'n actie zou eigenlijk moeten ingeperkt worden in wat daar kan, dat daar regels moeten komen voor hoe dat moet verlopen? Als zij manifesteren en protesteren aan onze deur, mij niet gelaten. En dan moeten we maar van mening verschillen over de context van het verhaal. Maar mensen die onschuldig zijn, oudere mensen, zwangere vrouwen die van die bommen naar hun voeten krijgen, voedzoekers, mensen die problemen hebben aan hun gehoor. Allee, sorry, maar wij hebben ook recht op vereniging in een democratie. Wij zijn een democratische partij en we hebben een vakbond.
waarvan mensen het monopolie op geweld hebben, die ons verhinderen... Daar moet harder op opgetreden worden. Sorry, maar ik wil niet in een samenleving terechtkomen waar meneer Hussein en zijn collega's een democratische partij verhinderen om samen te komen. Meneer, dat is onaanvaardbaar. Democratie betekent als men protocolakkoorden afsluit, dat men deze respecteert. Nee, maar u ook niet. Als men protocolakkoorden tekent, dat men die respecteert. Ik denk dat dat democratie waardig is. Ja. Heren, onze tijd is helaas op. Ik denk dat jullie nog even kunnen voortpraten in de foyer. Ik wil jullie danken om hier vanavond te zijn, meneer Hussein, meneer Lagarde. Dank u wel. Wie voor een knieprothese naar het ziekenhuis moet of om een appendix te laten verwijderen, hoeft daar niet altijd te overnachten. De overheid wil patiënten minder lang in het ziekenhuis houden om zo daar de werkdruk te verlagen. Maar meer patiënten sneller thuis, dat wil ook zeggen meer nood aan thuisverpleging. En daar is al een tekort. Deborah Votken en Sophie Vaas hebben een portret gemaakt van één werkdag van een thuisverpleger. En dat is toch de moeite. Dat is de ronde die we vandaag gaan doen. Dat doe ik altijd 's morgens naar de lijst kijken. Want soms staan er van die patiënten tussen die je maar één keer in de maand moet doen. Dus die zou je kunnen vergeten. Voilà, 5 voor 6. Ik denk dat we ons gaan klaarmaken. Hè. Is goed, wij volgen. We zijn eigenlijk bewust een heel klein team. Wat dat maakt dat je ook wel een echte vertrouwensband creëert met je patiënt. Dat vinden wij toch wel belangrijk. Dat we niet alleen maar langskomen voor een zorg uit te voeren en terug naar huis gaan. Het is wel meer dan dat. Vaak zijn wij ook de enigste mensen die zij zien op een dag. Aha, goedemorgen, Etienne. Morgen. Hoe geslapen? 116, dat is goed, hè? Het suiker staat goed. We gaan me een beetje insuline geven. Zij, dat is al gedaan. Het kind tot de maandag? Ja. Voorzichtig zijn, hè? Ja. En waar gaan we nu naartoe? Wel, nu rijden we naar Louise en Gaston. Het is eigenlijk een koppel waar we dagelijks ook langs gaan om zorg aan te bieden. Goedemorgen, Gaston. Je hebt de kou meegebracht. Ja. Mijn nieren zijn beter, ik heb een dag. Ah, ik zie het. Het is goed, hè? Goed gedaan, hè? Ik heb goed geplast. Ah. Ja, niet goed geplast. Het is beter. Het is veel beter, hè? Het is eigenlijk bijna volledig weg. Moet ik er nog geen pakken van nog pezen? Nee. We moeten gewoon terug ons schema verder, lekker anders. Terug om die 3 dagen. Mijn benen nu goed. Veel beter dan gisteren, hè? Ja, hè? Zo. Ik heb in het rusthuis gezeten, de mensen zijn nu geen tijd. En ik wou de tijd voor flikker te luisteren. Ja, maar daarachter moeten ze dat terug inhalen. Dat is niet gemakkelijk, hè. Zie. We zien het erop. Ellen ook, hè. Ja. En dan is het tot maandag. Ja, dat is in orde. Ik ben een wrak maar toe doen, hè, want het is koud. Ja, het is koud buiten. Er staan 39 afspraken op de planning vandaag. 28 patiënten tussen 17:45 tot 1:15, dan even pauze en om 16:25 herneemt Kevin zijn ronde voor de overige 11 patiënten. Zijn dag zit erop rond 20:30. Wel, wij zien eigenlijk heel veel patiënten die vanuit de ziekenhuizen doorstromen, die zeer snel worden ontslagen. Wat dat maakt dat eigenlijk ook in de beginfase dat de patiënt thuiszorg krijgt, ja, die echt toch wel belangrijk veel en zwaardere zorgen nodig heeft. Wat dat maakt dat uw tijdsbestek ook wel veel uitgebreider wordt. Op zich vinden wij dat niet zo erg, maar dat maakt wel dat uw dag steeds langer en langer wordt. Hoe is het met u? Ja, goed. Oké. Straks met mijn dokter. Ja. We zullen wel zien wat er gebeurt. Ik ben al blij dat het bezoek bij de cardioloog is meegevallen. Ah ja. Dan staat er niks meer in de weg. Ja, voilà. Je hebt ook een vertrouwenspersoon zo'n beetje, hè? Dus waar je iets kan kunt vragen, of je iets bespreken of zo. Dat is dan ik doe dat wel, ik doe dat wel, ja. Maar dan denk ik altijd van, oei, mag hem toch wel niet te veel belasten.
Want hij heeft nog zoveel werk. Hij moet nog heel de dag, hè. Ja, hè. En ik heb met een man nog een makkies kunnen babbelen. Maar mensen die alleen hebben en zijn, die hebben misschien meer nood aan een babbel eigenlijk, hè. Ja. Dat is in orde, hè. Goed. Alsjeblieft. En dan is het weer tot morgen zeker, maandag. Morgen komt Jo. Ah ja, morgen komt Jo. Morgen komt Jo en dan maandag zit er geen bij terug. Ah, dat is goed, hè. Goedemorgen. Het is ook niet geïrriteerd, doe dat al iets. Goedemorgen. Ik ben er. Alles goed hier? Ja, ja. Ja, hier is het goed warm weer al, hè. Ik denk niet dat er nog veel rek op het systeem zit. Ik denk dat die rek al een hele tijd verduurd is. Ik denk, wat dat verpleegkundigen betreft, of dat dat nu in de thuiszorg is, in de ziekenhuis of in de woonzorgcentra, gans de eerste lijnzone, die staat zo onder druk, ja, dat er nu eerst eindelijk werk wordt gemaakt in Brussel, zodat dat verpleegkundigen herkent. Niet alleen maar in hun kunde, maar ook vooral in financiering, zodat zij worden erkend voor wat ze doen. Verpleegkundigen nemen ook enorm veel verantwoordelijkheid. Ja, ik denk ook wel dat het tijd wordt dat ze er nu eens eindelijk worden voor beloond. Kan ik hier voor de rest nog iets doen voor u? Natuurlijk niet. Oké. Dan zit jij morgen terug, Jo? Ja. Twaalf, acht, Peggy. Hela, prima, hè. Goed, hè. Tot de maandag, Peggy. Ja, tot de maandag, jongen. Voorzichtig goed zijn, weekend, hè. Ja. Ja, ik zal heel voorzichtig zijn. Ik zal op mezelf passen. Goed. Anne van Rentergem in de Wetstraat, goedenavond. De thuisverplegers ja, kunnen het niet meer bolwerken. Wie daar in de Wetstraat is daar nu eigenlijk bevoegd voor? Wel heel concreet, Vlaams minister Krevits en federaal minister Van den Broeke. Maar wie dan nu precies concreet voor wat in dit kader bevoegd is, dat is iets minder simpel. Experts aan wie het vraagt, die krabben toch vaak in de haren als ze dit helder moeten uitleggen. Maar samengevat kan ik wel dit zeggen. De federale regering is bijvoorbeeld bevoegd voor het bepalen van de verschillende zorgprofielen. Wie moet precies wat kunnen en wie mag precies welke handelingen uitvoeren. Ook de uitbetalingen via het RESIF is federale bevoegd. Vlaanderen is dan weer bevoegd voor de opleiding bijvoorbeeld. En ook als je iets meer uitzoomt, is Vlaanderen bevoegd voor de organisatie van de thuiszorg. Dat zijn de mensen die aan huis komen om bepaalde huishoudelijke taken uit te voeren, bijvoorbeeld of mensen te wassen, familiezorg, dat soort dingen. Terwijl dat de thuisverpleegkundige, dat dan weer een federale bevoegdheid is. Dus het is eigenlijk een enorm kluwen, Pieter-Jan. Oké, zover zijn we mee. En ik heb ook onthouden Van den Broeke en Krevits, beide bevoegd. Jij hebt hen vandaag ook gesproken. Hoe reageren zij? Wel, eigenlijk is het zo, en dat is typisch, als de bevoegdheden wat verspreid liggen, dan wordt er wel eens wat naar elkaar gewezen. Dat was ook hier wel het geval. Hè. Er is wel wil om dingen te veranderen, maar simpel is dat niet, was wel de boodschap. Misschien een beetje de vergelijking die je kan maken met het onderwijs. Hè. Het is echt een tanker dat je moet keren. Ik sprak eerst met minister Krevits en zij wou toch vooral zeggen dat ze toch heel wat taken ook zag voor minister Van den Broeke. Wat kan u doen? Wat kan er beter? Wel, sowieso. Bij ons is het zo dat de uren gezinszorg die toegekend worden elk jaar ook een stukje toenemen. De middelen worden ook geïndexeerd. Maar het is van belang dat er ook goede uitwisseling is van gegevens tussen gezinszorg en bijvoorbeeld de diensten voor thuisverpleging. Dat de taken ook gebeuren door die mensen die daarvoor gekwalificeerd zijn. We maken het ook als overheid mogelijk om diverse profielen ook in te zetten. Als ik denk bijvoorbeeld aan de woonzorgcentra, daar is het nu mogelijk geworden ook om logistiek assistenten in te zetten. Die kunnen helpen bij de maaltijdbereidingen, maaltijdrondbedeling en zo. Dus we proberen daar echt goed in te diversifieren. Maar het zou ook goed zijn dat federaal, als het gaat, er is zo'n hele ladder met beroepen, wie wat mag doen in de zorg, dat daar eigenlijk misschien ook wat meer vrijheid geboden wordt om zo tot betere oplossingen te kunnen komen. Dat is een vraag die we al een tijdje stellen. Want waarom duurt het dan eigenlijk zo lang? Wel, die oplossingen moeten federaal geboden worden natuurlijk. Maar u heeft toch ook bevoegdheid?
Ja, ik heb zelf uiteraard goede bevoegdheden, maar het is voor mij onmogelijk om te beslissen dat een bepaald profiel zorghandelingen of bepaalde medische handelingen mag stellen als dat niet zo toegelaten wordt. En dat is een wet die federaal moet aangepast worden. Ik pleit er al langer voor om daar wat meer souplesse in te voorzien. Minister Krivit die heeft eigenlijk wel behoorlijk vaak naar u verwezen. Zij telkens het federaal niveau zou eigenlijk wat andere zaken moeten doen. Bijvoorbeeld de profielen gaan aanpassen van die mensen, zodat meer mensen meer gedifferentieerde taken kunnen uitvoeren. Dat zijn we inderdaad ook aan het doen. Dus één zaak is investeren. Ik zeg het, federaal, 5 jaar geleden, 1,5 miljard euro vergoedingen voor thuisverpleegkundigen. Nu al 2 miljard. Dus we investeren, en dat is goed, en we moeten nog meer investeren. Maar we moeten ook hervormen. Als het dan gaat over die verschillende bevoegdheden van Vlaanderen en federaal bijvoorbeeld, is het te ingewikkeld wat dat betreft? Ja, de zesde staatshervorming is een ramp geweest voor de gezondheidszorg. Men heeft daar omwille van allerlei symbolen en grote toespraken, heeft men uiteindelijk een hele slechte staatshervorming tot stand gebracht voor de gezondheidszorg en de dingen alleen veel, veel moeilijker gemaakt. Dus zo'n staatshervorming moeten we echt niet meer hebben. Als we staatshervorming gaan hebben, moet het wel een goede zijn in het belang van de gezondheidszorg, niet in het belang van allerlei symbolen en grote toespraken. En wat zou dat dan concreet kunnen inhouden? Ik wil wel eerst nog het volgende zeggen. We moeten gewoon op het terrein met elkaar samenwerken. En dat is waar ik samen met Ilde Krivits ook wil op inzetten. We spreken daar ook over met elkaar. Wij zijn bezig met eigenlijk een groot project waarbij we, los van hoe die staatshervorming nu ineen zit, los van al die bevoegdheden en al die muren en muurtjes en schotten, proberen tot betere samenwerking te komen op het terrein tussen alle mensen die rond die patiënten staan. En daar boeken we eigenlijk wel vooruitgang. En mijn bedoeling is om tegen het einde van deze regeerperiode eigenlijk klaar te zijn met een plan van aanpak waarbij we, los van al die muren en muurtjes en bevoegdheden, kunnen zorgen voor een goede samenwerking op het terrein tussen mensen die inderdaad qua bevoegdheden onder verschillende ministers resorteren. Ja, toch nog wat ingewikkeld. Anne, laat ons even naar een ander dossier kijken, want overal in de Wetstraat wordt uitgekeken naar stikstof. Normaal zou er daar vanavond overleg zijn. Dat was eerst de bedoeling bij de Vlaamse regering. Dat gaat nu toch niet door. Hoe zit dat eigenlijk? Wat hoor je daar nog over? Wel, het einde is toch nog niet in zicht hoor, op dit moment. Er is inderdaad vandaag helemaal niet fysiek samengezeten. De tijd was er nog niet rijp voor, klinkt het dan bij het kabinet van de minister-president. Er zouden ook nog wat berekeningen gebeuren. Maar goed, achter de schermen hoor je nog altijd dat N-VA en CD&V nog steeds de degens kruisen. Hè. En altijd weer over hetzelfde. Bij N-VA zegt men dan dat CD&V echt bewust talmt. Bij CD&V zeggen we nee, we hebben wel duidelijke tegenvoorstellingen gedaan en we willen daar gewoon antwoord op. We denken dat we elkaar tegemoet kunnen komen, maar zij reageren niet op ons. En zo gaat het dan weer verder. Minister Krivits, heb ik het ook even gevraagd wat zij ervan vond. Ze wou er niet zo heel veel over kwijt, maar wel dit. Ik denk dat de zorgen voor iedereen dezelfde zijn, komen tot een robuust geheel. Dat tijd vraagt, dat vind ik totaal geen probleem. We moeten nu zorgvuldig werken en er ligt nog heel veel werk op de plank. En kan het deze week afgerond worden? Ik ga geen uitspraken doen. Ik wil de onderhandelingen ook niet bemoeilijken. En het is niet omdat er niet fysiek samengezeten wordt dat er niet heel intensief gewerkt wordt door de diensten via telefoons. Dus er zijn heel veel contacten. Ja, morgen zijn er wel fysieke meetings gepland. Vanaf morgen vroeg al bilaterale, zoals dat heet, 1-op-1 gesprekken tussen de ministers en telkens minister-president Jan Bon. Tegen de middag zullen ze waarschijnlijk wat kabaal van buiten horen, want dan komen de jonge landbouwers daar protesteren, omdat zij toch eindelijk wel dat akkoord willen zien. Een akkoord eigenlijk over de uitvoering van het vorige stikstofakkoord, moet ik dan zeggen. We zullen afwachten of vrijdag de ministerraad dan haalbaar is om een akkoord te vinden. Als dat niet zo is, ja, dan is het toch heel exact een jaar geleden dat men het vorige stikstofakkoord sloot. Dus dat zou wel een pijnlijke zaak zijn. Ja, wie weet wordt het dan krokusvakantie, maar dan is er gelukkig ook ter zake. Anne, dank je wel. Some people look at America and see vulnerability. The socialist left sees an opportunity to rewrite history.
China and Russia are on the march. They all think we can be bullied, kicked around. You should know this about me. I don't put up with bullies. And when you kick back, it hurts them more if you're wearing heels. I'm Nikki Haley, and I'm running for president. Ja, u zag Nikki Haley en u zal nog vaak van haar horen. Ze hoopt om de president te worden van Amerika en ze hoopt ook dat de Republikeinse Partij haar naar voren schuift als kandidaat-president. En laat dat net zijn wat Trump ook wil. Is Haley klaar voor de grote confrontatie en maakt ze echt kans om president te worden? Een portret door Bert de Vroei. The railroad tracks divided the town by race. I was the proud daughter of Indian immigrants. Not black, not white. I was different. Nikki Haley, 51 jaar oud, dochter van Indiase immigranten in Amerika, een familie van Sikhs die zich nestelde in het zuiden van de States in South Carolina. Die dingen samen zeggen al veel over haar. Ze is conservatief, zoals het zuiden van de VS conservatief is, en ze bekeerde zich tot het christendom, maar ze steekt haar buitenlandse achtergrond zeker niet weg. Alleen klagen over racisme of discriminatie, dat is niet aan haar besteed. In much of the Democratic Party, it's now fashionable to say that America is racist. That is a lie. America is not a racist country. This is personal for me. En ook van de Black Lives Matter-beweging nam ze afstand, doordacht en subtiel. And of course we value and respect every black life. The black cops who've been shot in the line of duty, they matter. Nikki Haley werd twee keer verkozen tot gouverneur van de staat South Carolina. Met een fervent antiracistisch discours was haar dat nooit gelukt. En toch durfde ze in te gaan tegen oude racistische tradities, zoals de vlag van de Zuidelijke Confederatie, een symbool van slavernij en racisme uit de Amerikaanse burgeroorlog. Today, we are here in a moment of unity in our state, without ill will. To say it's time to move the flag from the Capitol grounds. Het gouverneurschap van South Carolina gaf Haley binnenlandse bestuurservaring. Haar benoeming door president Trump tot ambassadeur bij de Verenigde Naties gaf haar buitenlandse ervaring op hoog niveau. Ze deelde Trumps scepties over de internationale organisatie, over de Veiligheidsraad bijvoorbeeld. What do people of all countries see? They see a council that can't agree to take action. En nog meer over de VN Mensenrechtenraad. As you know, the United States is looking carefully at this council and our participation in it. De VS stapte uiteindelijk uit de Mensenrechtenraad tijdens Haley's ambassadeurschap. We will not waver in our. In die twee jaren werd Haley ook internationaal een bekend gezicht, de stem van Amerika op de hoogste diplomatieke bühne. Maar eind 2018 gaf ze er zelf de brui aan. Bij haar afscheid werd ze door haar baas, president Trump, de hemel in geprezen. She's done an incredible job. She's a fantastic person, very importantly, but she also is somebody that gets it. Toen leek Trump er niet aan te denken dat Nikki Haley op een dag zijn rivale kon worden. Haley heeft altijd een wat dubbelzinnige relatie gehad met Donald Trump. Ze wisselde steunbetuigingen af met kritiek. Misschien is dat niet eens zo dom, nu ze zal moeten scoren bij de Trump en bij de anti-Trump-vleugel van haar partij. Toch laat ze nu duidelijk verstaan dat Trump volgens haar geen winnende formule is. Republicans have lost the popular vote in 7 out of the last 8 presidential elections. That has to change. I'm Nikki Haley and I'm running for president. Boeiend hoe dat voortgaat. Dit was Ter Zake. Morgen is er een nieuwe met Kathleen. En nu is er de afspraak. Nog een mooie avond bij Canvas. Tot later.